Welkom bij het vervolg van Marcus 13. Ik ben naar vers 20 toe, dus zal ik zo proberen voor te lezen. En ik zeg even een paar dingen als aanloop. Jezus spreekt met vier leerlingen over de verwoesting van de tempel die voor hun ligt. We kijken vanaf de Olijfberg op de Tempelberg neer, op dat enorme complex. En het gaat helemaal verwoest worden, er zal niets van overblijven. En Jezus beschrijft ook de tijd die dan zal aanbreken, de gruwelijkheden van die tijd, hoe akelig het zal zijn om dat mee te maken. Gruwelijke verschrikkingen die nooit eerder geweest zijn en ook nooit meer zullen komen. Woorden over de verwoesting van de stad en de verwoesting van de tempel. Maar ook woorden die verder reiken. Ze steken er bovenuit als het ware. Ze spreken over een toekomst die nog moet komen. Ongehoorde boodschap voor de vier leerlingen. Die met bewondering kijken naar die prachtige bouwwerken. En dan zich moeten voorstellen dat het allemaal ondersteboven gekeerd en uit elkaar getrokken zal worden. En Jezus zegt er dan nog wat achteraan. In Marcus 13 vers 20 zegt hij. En als de Heer de tijd, die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort. En als de Heer de tijd niet had verkort, zegt Jezus. En met de Heer bedoelt hij God. Dat is een bekend thema, ook uit de Joodse literatuur, ook over de literatuur die gaat over het einde van de dagen van de geschiedenis, van de menselijke geschiedenis, de afronding van de menselijke geschiedenis. Ook dan zal er sprake zijn, volgens de Joodse literatuur, van een verkorting van de tijd van de ellende. Het is een bewijs van Gods genade dat de tijd ingekort wordt. De tijd van de verdrukking. Want ook de rechtvaardigen lijden daaronder. Juist de rechtvaardigen lijden daaronder. Die lijden onder de sfeer van leugens en bedrog. Onder de wonderbaarlijke werken die de valse profeten zullen doen. Dat is allemaal wat Joodse rabbijnen daarover in het verleden al gezegd hebben. Jezus zegt erover, als het niet verkort zal worden, zal geen mens worden gered. Staat letterlijk, geen vlees worden gered. En dat toont aan dat het ook om de lichamelijke, de fysieke redding gaat. Dat het gaat om lichamelijke gevaren, lichamelijk doodsgevaar, waaruit ook de uitverkorenen gered moeten worden, omwille van de uitverkorenen. Uit liefde voor de mensen die God zelf uitgekozen heeft. Wie zijn dat? Klinkt wel erg als, nou, ja, de mensen die het braafst zijn, of die het meest vroom zijn, of die het meest gul zijn geweest, of mensen die het zelf goed gedaan hebben. Die het allemaal wisten hoe het zat, die de geloofsleer kenden en zo. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Het is in het Nieuwe Testament is het een veelzeggende term, een veelgebruikte term, om de volgelingen van Jezus mee te beschrijven. Degene die uitverkoren zijn, want zo worden ze wel genoemd, omwille van het feit dat ze aan Jezus zijn verbonden, die uitverkoren is. Want hij is de uitverkorene bij uitstek. Om hem, in hem vindt de uitverkiezing plaats. En iedereen die zich aan Jezus verbindt, zijn of haar leven aan Jezus geeft, is daarmee ook uitverkoren. Hoor daarmee bij God, omdat Jezus bij God hoort. Word daarmee uitverkoren. En dan volgt er een leven dat past binnen de spelregels van God. En dus kun je er heel veel rechtvaardigheid en vroomheid en heerlijkheid en gulheid en behulpzaamheid in tegenkomen. Want dat is wat God graag ziet en wat Jezus graag doet. Maar het gaat dus niet om eigen prestatie, eigen verdiensten. Of mijn eigen vroomheid van kijk eens hoe goed ik ben. Uitverkiezing is genade. En het is enkel, een enkele uitverkiezing. Volgens mij staat er geen dubbele uitverkiezing zonder keuzevrijheid van mensen in het Nieuwe Testament en in het Oude. Dus is hier sprake van uitverkiezing in enkelvoudige zin, om Jezus wil. Het zijn de mensen die deel uitmaken van de Messiaanse gemeenschap, die in Christus gered zijn en zich daaraan hebben overgegeven. Die hij tot de zijnen heeft gemaakt, zegt Jezus er nog ten overvloede bij. Dat is echt dubbelop als het ware, om duidelijk te maken dat het is Gods werk die hij doet. Een werk dat hij doet in Jezus Christus, in zijn Zoon. God heeft de tijdsduur verkort. Je vindt iets daarvan ook al in Daniël 12 vers 7, waarin op een wat cryptische manier, op een verborgen manier beschreven wordt hoe die tijd eruit ziet. Dan heeft Daniël het ineens, dan hoort hij, zo moet ik het zeggen, dan hoort hij een boodschapper van God spreken over een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd.
Een hele bijzondere manier die je ook in de boek Openbaring tegenkomt, waarin 3,5 een voortdurende rol speelt. Als de helft van een complete tijd, want 7 is natuurlijk een complete tijd, 7 is een getal van God, dus 3,5 is de helft daarvan. En dat betekent, het is begrensd. Dat is de belangrijkste betekenis. Het is niet oeverloos, het is niet eindeloos, het is niet een eeuwige ellende, het is niet de hel. Maar het is begrensd. Het is zakelijk genoeg, maar begrensd. En de grenzen worden door God gesteld. Niet door mensen, niet door menselijke ontwikkelingen of slimme politiek. Maar God bepaalt de grens van die tijd en hij bepaalt dus ook dat die ingekort moet worden. Dat het omwille van de uitverkorenen ingekort moet worden. Dat is een troostende boodschap. Voor de 4 leerlingen, voor alle andere leerlingen die zich aan Jezus hebben verbonden, voor de kerk van Jezus. Een deel van die kerk heeft de verwoesting van de tempel meegemaakt en de verwoesting van Jeruzalem. Het is een troostende boodschap voor de vervolgde kerk van alle tijden uit de hele geschiedenis. Het is een troostende boodschap voor alle vervolgingen die nog komen in de toekomst. Want ik denk dat dat zo is, dat het inderdaad gaat gebeuren. Maar het is een tijd die begrensd is. Want het is een tijd die in Gods hand is. Hij zal de wereld niet overlaten aan de menselijke gruwelijkheden tot in alle tijden en alle eeuwigheden. Er is een grens aan. En dat is een grote troost en een grote geruststelling. Het zal niet eindeloos voortduren al het kwaad dat mensen elkaar aan kunnen doen. Dat zegt Jezus. Zegt hij tegen ons, tegen mij, tegen jou, tegen u. Om er naar te luisteren, om erin te geloven. Tot zover eerst. Mogelijk tot ziens. In elk geval, God zegen toegewenst.